Hallo, ik ben Willem Javanente en ik ben geluidsadviseur bij de Omgevingsdienst. We staan hier aan de rand van Tilburg, naast de Provinciale Weg. En aan de andere kant zie je het industrieterrein. Een stukje verderop de woonwijk De Reeshof. Met daarachter nog wat lege ruimte waar ook plannen zijn voor mogelijk wat woningbouw. Ja, dit is nou echt een plek waar je ziet waar bij geluid van alles bij elkaar komt. Aan de ene kant hebben we bedrijven die natuurlijk geluidruimte nodig hebben. En aan de andere kant heb je een provinciale weg waar behoorlijk wat verkeer overheen gaat. Wat een geluidimpact heeft op de omgeving. En aan de andere kant heb je wonen en een groen. Dus ja, hier komt van alles samen wat belangrijk is voor geluid. Nou, wat we tegenwoordig of met de wet geluid in de grond nu kennen. Kijken we heel sectoraal, we hebben een plan, we willen iets ontwikkelen, we willen een weg aanleggen. Maar kijken we, wat heeft dat nou voor een impact op de omgeving? Moeten er maatregelen getroffen worden? Maar we kijken het altijd per plannetje en niet integraal voor een hele gemeente. En dat gaat er veranderen met de omgevingswet. Nou, straks is het de bedoeling dat de gemeente een plan maakt, een visie maakt, een omgevingsplan. Waarin integraal wordt gekeken naar geluid. Wat willen gemeenten nu? Er zijn gebieden in de gemeente, zoals hier aan de rand van het industrieterrein, waar je best wat meer geluid zou willen toestaan. Maar in een groen gebied, waar je eigenlijk een misschien wat rustiger gebied wil hebben. En daar zou je in de omgevingswet, moet je er eigenlijk van tevoren over nadenken. En dan kan je je plannen daarop afstemmen. Nou, als we kijken naar de industrieterreinen, dan verandert er eigenlijk met de omgevingswet in principe niet heel erg veel. Het wordt een nieuwe systematiek, dus industrieterreinen moeten worden omgezet. Dus een eenmalige actie die gemeenten wel moeten uitvoeren, maar is op zich geen probleem. Als we kijken naar de basisgeluidemissie die gemeenten moeten gaan vaststellen, dat is een hele nieuwe taak die gemeenten in de bestaande situatie helemaal niet hebben. Dus dat zal een behoorlijke inspanning zijn voor gemeenten om de data op orde te krijgen en de juiste kwaliteit. Als we kijken naar de omgevingsplannen en de geluidregels daarin, ja, dat is een wereld van verschil ten opzichte van wat we nu kennen. Nu hebben we landelijke regels, regels opgelegd door het Rijk. En gemeenten moeten straks zelf gaan bepalen wat voor geluidnormen zij in bepaalde gebieden willen. Nou, dat vraagt nogal wat. Ook om vooraf over na te denken, wat sta ik waartoe? Nou, voor het vaststellen van de basisgeluidemissie of het omzetten van de industrieterreinen, dat is eigenlijk geen keuze. Dat is gewoon een opgelegde taak, gemeenten moeten dat doen. Maar als we kijken naar de omgevingsvisie en omgevingsplan, ja, in theorie hoeft de gemeente daar niks te doen. Er is een vangnet vanuit het Rijk geregeld. Maar als de gemeente ervoor kiest om geen actie te ondernemen, dan betekent dat voor agrarische gebieden bedrijven eigenlijk veel meer geluid krijgen dan ze strikt genomen nodig hebben. En als we kijken naar bedrijfterreinen en woningen vlakbij een bedrijfterrein, dat bedrijven te weinig geluidruimte krijgen dan ze nu nodig hebben. Dus dat zal tot problemen leiden. Dus het is echt van belang dat de gemeente hier in een vroeg stadium naar gaat kijken. De OMB voert voor heel veel gemeenten al het geluidszonebeheer uit voor industrieterreinen. Dus wij zijn bij uitstek geschikt. We hebben de kennis en de middelen om die situatie om te zetten voor de situatie onder de omgevingswet. En daarnaast voeren wij al heel veel berekeningen uit voor de provincie voor het provinciale wegennet, zoals hier naast mij. En zouden wij dus ook heel erg goed kunnen uitvoeren voor de gemeente voor het vaststellen van de basis geluidemissie. En daarnaast, tenslotte, doen wij als omgevingsdienst natuurlijk heel veel handhaving en toezicht bij bedrijven. En zijn wij dus ook bij uitstek geschikt om voor de omgevingsplannen straks uniforme regels op te stellen.